ziet u een Wagamama restaurant? Oké, ik ben met 30 seconden bij u. Weet je, het zijn allemaal fietsenstallingen onder viaducten. En mensen zeggen altijd, ik sta bij de fietsenstalling bij het viaduct. Daar staat ze. Ik ben Dr. Bike, mobiele fietsenmaker in Amsterdam. En ik verkoop fietsen online, dus we hebben een online fietsenwinkel. En we zijn gespecialiseerd in stadsfietsen en bakfietsen. Vooral met twee wielen. Mensen hebben het heel druk en mensen hebben geen tijd om tijdens winkel, tijd of kantooruren de fiets naar de fietsenmaker te brengen. Bovendien is het ook helemaal niet zo leuk om te doen. Dus er is gewoon een vraag die we beantwoorden. Bas Kotte van Dr. Bike. Ik denk dat onze kracht vooral zit in het feit dat we van tevoren zeggen wat iets kost, dat we eerlijk zijn. En dat het in de prijs altijd meevalt. Dat we er geen potje van maken. Ik vind ook het sociale aspect leuk. Ik vind de korte reparaties waar de klant bij is leuker dan lange reparaties in mijn uppie met de fiets. Heb je wel eens een fiets gestolen? Dat is een gemene vraag. Met Dr. Bike, goedemorgen. Ik heb zeker wel mensen die denken dat ik de fiets dan meeneem. Die er echt blijven staan omdat ze bang zijn dat ik dan dat ik de deur dicht trek en dat ik wegrij en de fiets meeneem, bij wijze van spreken. Er zijn zeker wel mensen die het een beetje apart vinden. Je kunt de fiets direct repareren en direct weer achterlaten, dus je hoeft ze niet in de winkel te stallen. In de bestelbus heb ik alles bij me, daar is gewoon een complete fietsenwerkplaats. Dus dan kom je nooit voor niets.